Kamerbewoonster Leiderdorp blijkt gewurgd. Vraagtekens rond dode man Den Haag. En automobilisten rijden rondjes door vaag verkeersplan. Vrijdag 14 oktober, welkom bij het TVWest Nieuws. Dag dames en heren. De 18-jarige Eline Maas, die woensdag dood werd gevonden in Leiderdorp, is gewurgd. Dat blijkt na sectie op het lichaam. Eline werd woensdag kort na middernacht doodgevonden in haar studentenkamer aan de Koningsstraat in Leiderdorp. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de man uit Den Haag en de vrouw uit Leiderdorp. En bij de vrouw is komen vaststaan dat zij door verwurging om het leven is gekomen en de man door ophanging. De politie houdt er nog altijd rekening mee dat Eline door haar ex-vriend Alex is vermoord. Hij pleegde later zelfmoord in zijn huis aan het Regentechtseplein in Den Haag. En verslaggever Marcel van den Eng staat bij het huis waar Eline woonde. Marcel, is al iets meer bekend over wat zich daar heeft afgespeeld? Nou, nog niet zo heel veel. Nou, wel de afgelopen dagen is er uitgebreid door de politie onderzoek gedaan in het huis hierachter. Maar ook in het huis van de ex-vriend van Alex in Den Haag aan het Regentessenplein. Er is nog niet zo heel veel bekend. Eén ding is wel zeker, de politie zet alles op alles om die zaak op te lossen. Er is een team van zo'n 20 rechercheurs echt rond de klok bezig. Die gaan ook het weekend nog door. Herfstvakanties zijn geannuleerd. Dus er wordt echt alles aan gedaan om de waarheid boven tafel te brengen. En inmiddels is er ook een condoliancenregister geopend door de Universiteit van Leiden. En als je die reacties daar ook op leest, zijn echt hartverscheurend. Verder hebben we eerder ook al gesproken met de nicht van Alex. En die zei al dat het al een tijdje niet goed ging met Alex. En hij had ook aan de bel erover getrokken. Maar aan de andere kant wilde hij eigenlijk ook weer niet de hulp hebben. Hij was overmand door verdriet, doordat zijn vriendin het had uitgemaakt kort daarvoor. Donderdag, toen Alex zelf een poging tot zelfmoord deed, is er contact geweest met diverse vrienden en met een ex-hulpverlener van hem in Breda. En die man heeft de politie gecontact van joh, ga kijken bij Alex. Heeft de ernst ervan duidelijk gemaakt waarop de politie hier is geweest toen en gaan kijken van wat er los was. Ja, we hebben ook inmiddels wat reacties via onze website binnengekregen. En daaruit blijkt dat Alex eigenlijk helemaal niet zo'n lievertje was. Want hij zou al eerder exen hebben mishandeld. En hij zou zelfs ook in de jeugdgevangenis hebben vastgezeten. Eén ding is wel zeker, hij had zelfmoordneigingen. En ook is duidelijk geworden dat hij om hulp had gevraagd. Maar aan de andere kant wilde hij ook weer niet hulp aannemen. Dankjewel, Marcel van den Eng in Leiderdorp. De man die woensdagnacht zwaar gewond aan de Herman Kosterstraat in Den Haag is gevonden, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft nog steeds geen idee wat er gebeurd is. De man werd even voor 12 uur woensdagnacht gevonden op straat. Hij was er slecht aan toe en werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. Nou, daar bleek dat hij toch ernstige verwondingen had, waardoor wij in eerste instantie uitgingen van een mogelijke schietincident. Nou, uit het onderzoek ook uit het ziekenhuis bleek dat daar geen sprake van was, maar dat hij wel heel erg gewond was. Ja, de man is eigenlijk gisteravond in het ziekenhuis overleden. Sinds woensdagnacht is de politie aan het onderzoeken wat er met de man gebeurd is. Inmiddels hebben ze wel de identiteit van de man kunnen vaststellen. Het gaat om een 31-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. Maar waardoor de man zwaar gewond is geraakt, weet de politie niet. Dat is nog volstrekt onduidelijk. Het kan van alles zijn. Hij kan eerder op de dag of elders in Den Haag betrokken zijn bij een geweldsincident. Of hij kan hier op de situatie bij de Grote Marktstraat toch heel erg lelijk geval zijn gekomen. Hij is mogelijk vanaf een afdakje bij de markt gevallen, waardoor die verwondingen zijn ontstaan. Het is echt voor ons volstrekt onduidelijk wat nou exact de oorzaak is geweest. Vandaar dat we recherchematig bezig zijn om helderheid te krijgen in dit toch wel enigszins bijzondere mysterie. De politie is op zoek naar getuigen. Straks beter een goede buur dan een verre vriend. Maar wat als je buur geen goeie is? Politie Haaglanden heeft twee mannen aangehouden die zich op het bureau hadden gemeld. Zij hadden zichzelf herkend in het opsporingsprogramma Team West. Daarin was te zien hoe een man geld pinde met een pas van een 92-jarige Hagenaar. De tweede verdachte is een 16-jarige jongen die op een bruiloft bij Zalencentrum Opera in Den Haag iemand zou hebben neergestoken.
Samen met de douane en energiebedrijven heeft de politie Haaglanden gisteravond opnieuw een grote actie gehouden rondom kruispunt De Zevensprong in Den Haag. 8 horecazaken en 3 avondwinkels werden gecontroleerd op onder andere vergunningen, fraude en criminele activiteiten. Er zijn 3 aanhoudingen verricht. De bezuinigingsplannen voor afkikcentrum de Emiliehoeve in Den Haag zijn voorlopig van de baan. Breider Verslavingszorg, waar de GGZ-instelling een onderdeel van is, wilde het aantal bedden terugbrengen van 32 naar 14. Maar ziet er nu vanaf vanwege de vele protesten die werden geuit via Omroep West. De herfstvakantie staat in Den Haag in het teken van de betovering. Op 40 verschillende locaties in de stad worden voorstellingen gegeven voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Ze kunnen ook zelf aan de slag in een van de vele workshops. Het Kinderkunstfestival wordt steeds populairder. Vorig jaar verdubbelde het aantal deelnemertjes zelfs. Ja, het zal je maar gebeuren. Woon je lekker rustig in je flatje met uitzicht, heeft je buurman een heel ander ritme. Maakt daarbij ook nog eens herrie. En ruiken doet hij ook nog. 2 op de 3 Nederlanders heeft daar wel eens last van. En 1 op de 3 zelfs ernstig. Marcel de Groot uit Hillegom bijvoorbeeld. Maar niemand kan iets voor hem doen. Geluidsoverlast, schreeuwen 's nachts, gestommel, harde radio, televisie aan. Ook op de bovenverdieping, want daar wonen 2 tot 3 personen illegaal bij hem in. Als je iemand bij je in laat wonen en je vraagt daar een belachelijke prijs voor, gewoon ook winstoogmerk, dan wordt het voor ons al heel lastig om te bepalen of je daar fout in de zin van het huurcontract mee doet. En dat wij daarop in kunnen grijpen, want dat kunnen we eigenlijk niet zo goed aantonen. Mevrouw, u heeft overlast van een buurman? Een beetje. Je bedoelt voor dat hij onderverhuurt? Mensen die bij hem boven zitten, nou ja, die maken wel veel herrie, maar de mensen die er langskomen, ik vind het een beetje aparte personen, moet ik zeggen. Maar, want wat voor mensen komen dan langs? Ze zien er een beetje uit als junks, maar... En we proberen in eerste instantie via bemiddeling het probleem opgelost te krijgen, want vaak... Kan het alleen even in de communicatie vastzitten, maar op het moment dat ze weer aan tafel zitten, dan kunnen ze toch vaak wel weer een oplossing bedenken. Maar heeft u al zo zelf gewoon geprobeerd te praten met de... Ja, tot 2 jaar geleden. Maar moet je het maar wennen, zegt hij dan. Maar als het praten niet helpt? Dan kan je als uiterste middelen... Het uiterste middel toch met een ontbinding van het huur, een aanvraag daarvoor bij de rechter terechtkomen. Maar dan heb je het wel heel erg bond gemaakt en moet er sprake zijn van een langdurige, aanhoudende, slechte situatie. En dat er ook, en dat moeten mensen die er in de buurt wonen dat ook verklaren tegenover de rechter, dat het zich maar blijft voordoen. En dus dagboeken gaan bijhouden, meldingen bij de politie gaan doen. Dus aanhoudend is zomaar 1 jaar of meer. Ja, een langlopend proces kan dat dus worden. De buurman die deze onrust zou veroorzaken, die was helaas niet thuis voor commentaar. De komende tijd besteedt Omroep West aandacht aan het verkeerscirculatieplan in Den Haag. Sinds 2 jaar is de binnenstad afgesloten voor autoverkeer, motoren, scooters en brommers. Het moet de binnenstad ontlasten en de lucht schoner maken. Eerder deze week zag u dat ondernemers last hebben van het VCP-plan... Vandaag aandacht voor een andere groep mensen die ook niet blij zijn met het verkeerscirculatieplan. Niet alleen ondernemers hebben last van het VCP. Ook voor bezoekers die de binnenstad met de auto willen bereiken is het lastig. En dat heeft alles te maken met het navigatiesysteem. Want veel navigatiesystemen zijn nog niet geüpdate en kennen daarom de afsluitingen in de stad niet. En dan is het heel lastig om je hotel of een museum te bereiken. Ik ga vandaag proberen om bij het Ibis Hotel in de binnenstad te komen. Ga de snelweg op. Ga rechtdoor. Na 800 meter neem de afslag. Daarna links afslaan. Links afslaan. Dit wordt al lastig, want ik moet hier linksaf. Maar ik mag hier niet in. Ik ga hem nog een keer proberen. Rechts afslaan. Daarna rechts afslaan. Dat komt dus volgens mij zo weer uit op dezelfde weg als waar we net reden. Dus nu hebben we gewoon een rondje gemaakt. Want TomTom is de weg ook kwijt, want die zegt niks meer.
links. Dan zegt hij zo dat ik naar links moet. In die doodlopende weg. Laat ik dat dan maar links op. Afslaan. Moet ik hier nou serieus deze stoep op? Links afslaan. Daarna rechts afslaan. Dat gaat dus niet. Hoe kom ik nou bij uw hotel? Ja, ik ga u daarbij helpen. Oh, hier is het. En dan sta ik aan de overkant zwaaien. We zijn er. Nou, meneer Wesselink, dit was echt een onmogelijke opgave om uw hotel te bereiken. Ja, ja, dat is heel bekend voor ons. Dit is dagelijkse praktijk voor ons en het is echt een ramp. Maar hoe kan dat, dat die TomTom de weg niet weet naar uw hotel? Het blijkt dat de gemeente de kaartenmakers van deze wereld niet hebben geïnformeerd over de wijzigingen. Wij hebben zelf contact opgenomen met de kaartenmakers. En ze hebben met TomTom alle wijzigingen doorgenomen die er zijn doorgevoerd. Alleen voordat het allemaal in alle kaarten staat, duurt nog wel anderhalf jaar, denk ik. Dus pas over anderhalf jaar kunnen uw klanten uw hotel eigenlijk weer goed via een navigatiesysteem bereiken. Ja, schandalig. Terug naar de redactie, maar ik ga wel lekker rijden zonder TomTom. Ja, duidelijk niet alles wetend deze TomTom. Hester is trouwens wel terechtgekomen op de redactie. Gaan we naar het weer. Het was vandaag best lekker. De zon scheen zelfs nog. Betekent dat nog een nazomer, Huub? Nou, echt nazomer zou ik het niet meer willen noemen als we 's ochtends hier en daar rijp zien. En deze gaai die voelt het eigenlijk ook wel aan, want die is zijn wintervoorraad al aan het aanleggen van eikels. Dus ja, de komende nachten zullen wat kouder gaan worden, maar het wordt wel mooi weer, dat is zeker. Want dat hadden we natuurlijk vandaag ook. Veel zon, geen bewolking en dat blijft voorlopig eigenlijk zo. Vannacht ook geen bewolking, ook geen mist waarschijnlijk. De lucht is helemaal te droog. Er staat een zwakke oost-zuidoostenwind. En ja, die temperatuur daalt dus tot dicht bij het vriespunt. En vlak boven de grond kan het hier en daar een paar graden vriezen. En morgen, net als vandaag, veel zon, een zwakke tot matige zuidoostenwind. En in de middag zo'n 13 graden. Dat horen we graag. Dankjewel, Huub. En dit was het TV Westnieuws van vrijdag 14 oktober. Meer nieuws op onze website westonline.nl en hoort u uiteraard ook op 89.3 Radio West. En zo dadelijk, het is wat en vak W, ons sportprogramma over ADO Den Haag. Maandagochtend om 7 uur, dan zijn we er weer voor het TV West ochtendnieuws. Voor nu nog een hele fijne avond en natuurlijk een goed weekend.